Goedendag iedereen, we zijn vandaag aan de negende aflevering van de Corona Cup. En vandaag hebben we Lara die haar proeven gaat afleggen. En Lara ken ik al heel lang en Sophie ook, dus daarom heb ik Sophie meegenomen. Hallo. Zonneke schijnt vandaag, zei ik. Ik zie dat iedereen er al klaar voor is. Je ziet vandaag het zonnetje schijnt inderdaad, terras zit vol en de Jordi, ja, dat zal zijn laatste aflevering zijn, want hij vertrekt naar Spanje. Alles wordt eerst nog een beetje ontsmet. Goed bezig, Stacy. En dan zijn we klaar, zo meteen om te beginnen met Lara Achtjesloop. Wat is de Achtjesloop, Sophie? Geen idee, zeg het eens. We gaan met zoveel mogelijk lengtes een achtje door de benen maken met de bal. Niet gemakkelijk, Nee, maar Lara kan dat. lijkt me niet zo makkelijk nu. En Kom aan, Lana. ze staat klaar, ze staat klaar. 3, 2, 1. En hier is ze vertrokken. Kijk eens, dat tempo. Die Ja, balvaardigheid. zeker. Mooi, mooi. Alsof het niets is, hè? Oei, Oei, eventjes. eventjes. Kan, hè? Absoluut. Kan geen kwaad. Maar ze doet dat vlotjes, hè? Ja, zie, dit is echt mooi. Een klein schoonheidsfoutje weer, maar kunnen we niks van zeggen. Het is alsof ze nooit anders doet. Kom aan, Lara, nog eventjes. Ik denk dat ze het zelfs beter doet dan sommige van de kern. Absoluut. Dan mij. Dan mij. Het zijn er toch al twee, Absoluut. hè? Kom aan, blijven volhouden. Goed zo. En het blijft vlot gaan. Nog 10 seconden. Gaat ze Oei, die een ene beetje, lengte nog stress, halen, denk ik. Oh, ze gaat versnelling Sophie? hoger, maar dat is wel moeilijk, precies. Net Nee, niet. goed Goed gedaan. gedaan, Lara. Zeker Dan komen knap. we aan 4. Nu de bal beklimmen. Dat is echt verschrikkelijk, hè. Een hele zware beproeving. Ziet er wel moeilijk uit. Ze zit klaar. Heel geconcentreerd. En hier vertrekt ze dan. Ja, tuurlijk. Helemaal niet makkelijk, hè. Die bal rolt ook, hè. Ja, daarin, je moet heel je gewicht omhoog heffen. Dat is toch zwaar, hè, voor iedereen. Absoluut. Ik kon het niet. Ik heb het ook geprobeerd. Ik kon het niet. Ja, mij lijkt het ook wel heel moeilijk. Wel geweldig dat zij blijft volhouden, hè. Ze blijft gaan, hè. Ja, zoals we bij ons op de kerntrainingen zeggen, de grinta is er. Absoluut, bij haar zeker wel. Kom aan, Lara, nog eventjes. Niet opgeven, meid. Nee, ze doet dat goed. En ze blijft doorgaan. Kom aan, Lara, nog een puntje. Nee, Ja, dat is er geen, dat is er geen. ze blijft wel heel geconcentreerd. Het is wel zo, als de twee handen op de bal geweest zijn in vormspanning, heeft ze haar punt binnen. Iedereen is gevallen, hè? Dus dat maakt niet uit nadien. Kom aan, ze niet opgeven. Goed En goed gedaan. gedaan. En nu heeft ze denk ik 8 punten verzameld. Ze heeft 8 punten verzameld, Dat is goed absoluut. gedaan. We gaan kijken hoe goed ze gaat schieten. Dus we gaan de kegelkeuze doen. Sophie, de kegelkeuze, zij vertrekt dus aan Hendrikus, zoals je ziet. Zij mag een kegel naar keuze kiezen. Ja. Van daaruit gaat zij schieten naar de korf. En natuurlijk, de verste kegel brengt ook de meeste punten op. Mooi, tof. En telkens zij geschoten heeft naar de korf, gaat zij terug naar Hendrikus om opnieuw te kiezen welke kegel zij kiest. Wel fijn dat Hendrikus dan ook eventjes mee komt sporten, hè? Absoluut, hij is trouwe post. En Kim, van waar zou jij dan gooien? Wat zou jouw tactiek zijn? Goh, na haar bal beklimmen zou ik inderdaad, zoals Lara, eerst kiezen voor de eerste kegel. Want die pijn in die armen, die verzuring in die armen, ik zou gaan voor de korte kansen en de meeste punten daarop pakken. Ze gaat nu naar de Toch al naar tweede de tweede, kegel ja. en ze gooit erover zelfs. Dus ze heeft nog kracht. Kracht genoeg. Goed zo, Lara, dat was bijna. Ze blijft die tweede kegel Ze houden. wijst mooi na. Ja, techniek is zeker goed in orde, hè. Het beentje is wel schattig. Absoluut. Het is wel vermoeiend natuurlijk, hè? Elke keer terug naar onze Hendrikus lopen. Ja, maar het is wel een fijne vent om naartoe te lopen, natuurlijk. Hij is schattig, hè.
Kamalara, die ziet. Ah, oh, bijna. Jammer. Ja. Ja, absoluut. Voilà. Dat willen we zien. 2 punten bij, goed zo. En ze blijft ook gewoon haarzelfde tempo houden, haarzelfde techniek houden. Ja, inderdaad. Ze is heel geconcentreerd. Ze blijft gewoon haar ding doen. Ja, ook belangrijk in een match, hè, Sophie? Ja, inderdaad. Altijd je eigen ding blijven doen. Goed zo, Lara. Prachtig, al 6 punten. Geweldig. Goed gedaan, meid. Knap. Ja, echt, echt heel goed gedaan. Dat zal aan de drieën liggen. Absoluut. En ik denk dat dat een van de meeste punten is dat we tot hiertoe al hebben gehad. Prachtig. Nu gaan we naar de bouncebal. Hoeveel meter gaat Lara kunnen afleggen? Ze is wel krachtig. Lara is een dame die enorm stevige passen kan geven. Ah, maar enorm helpen, stevige passen. Dus ik vermoed dat die bal ver kan gaan. Ja, ziet er toch al ver uit, hè? 10 meter. Ja, knap. Mooi. Maar nu moet ze haar hem zelf nog gaan halen. Erg, hè? Ja. Dat is wel zo vermoeid zijn. Hallo. Dat is natuurlijk corona. Ah, zo. Ja, oké. Het moet allemaal coronaproof blijven. Allee, tweede poging. Kom aan, Lara, om. Nee, deze gaat iets minder ver. Ja, dat is jammer. Maar we hebben nog een derde poging, hè? Absoluut. En eigenlijk, met haar eerste poging, komt ze al op een tweede plaats. Oei, ai, dat was niet jammer. Op een tweede plaats, zelfs. Maat is. Voilà. Knap, Lara. Echte girl power. En nu moet ze dus een kegel van een bal voorzien. Dus ze heeft 2 ballen, ze heeft 3 kegels. Welke tactiek gaat ze gebruiken? Gaat ze rondjes lopen? Gaat ze de ene bal telkens gebruiken? We zullen het zien. En heeft ze nog energie over? Tuurlijk wel. Ja, ja, je ziet het. Ze gaat er helemaal voor. Ah, ze gaat voor de rondjes. Ze gaat voor de rondjes. Ja, in een mooi gelijk tempo. De ballen gaan er heel redelijk vlot op. Blijven goed liggen. Alsof het niks is. Ja, het lijkt zo of die proef niks waard is eigenlijk. Maar je wordt er wel heel moe van. Ja, dat denk ik wel. Goed zo, Lara. Als je Lara bezig ziet, zou je het niet denken. Goed bezig. We gaan eens kijken hoeveel de vorige had. Dat was ongeveer 12 bij ja. Davina. Ja, de bal blijft elke keer mooi op de kegel. Volgens mij gaat zij zeker hetzelfde halen. Ja, dat kan niet anders. Ze is zo goed bezig. Goed, Lara. Goed gedaan. Goed zo. En inderdaad, we komen ook aan 12. Prachtig. De penalties. Telkens zij mist, gaat er een punt af van de punten die ze al verdiend heeft. Oei. Dus eigenlijk strafpunten dan? Absoluut, ja. Strafpunten. Op penalties moet je natuurlijk ook wel scoren in de match. Hè? Kom aan, Lara, je kan dat. Nog even de uitleg krijgen. Ja. En dan is ze klaar om te beginnen. Ze is er klaar voor. Ze brengt de bal wel heel hard naar beneden daar. Ja. Nog een beetje als vroeger met het 6 of de 9. Ja. Zou jij dat nog zo doen, Sophie? Nee, ik heb dat al lang niet meer gedaan. Nee. Dat duurt ook net iets te lang. Zo. Ik vind die beweging ook een beetje moeilijk. Nee. En zijn er zo bepaalde dingen die je wel of niet gebruikt bij penalties? Bijvoorbeeld eerste bal kussen of zo? Dat gaat niet in coronatijd, hè? Nee? Nee, ik kijk altijd eerst naar de bal en dan naar de korf. Omdat een van mijn eerste trainers heeft dat geleerd. Je moet zeggen, dit is de bal, daar is de korf en hij moet daarin geraken. En dat heeft mij eigenlijk tot nu toe altijd geholpen. Ja, ja, die ziet goed zo, Lara. Ze wijst wel heel mooi na. Ook in haar shot. Ja, deed inderdaad. Ze ook. Techniek is wel mooi. En ook daar moet ze de bal zelf gaan halen. Ja, ik wou juist hetzelfde zeggen. Dus zelfs dit is vermoeiend. En die ja, ziet mooi. Ook mooi. Goed geëindigd, ja. En dan komen we op 8 strafpunten. Ja. De snelle suicide. Zou ze nog energie over hebben?
Denk het wel. Dus nu moet ze eigenlijk telkens op en af lopen en ja, zoveel mogelijk aan het gele potje terug geweest zijn. Die korte, dat zijn natuurlijk puntenpakkers. Die verre, dat is zwaar hè, in de beentjes. Ja, inderdaad. Maar dat zou wel een van jouw onderdelen zijn, denk absoluut. Ik. Ja, gelijk dat jij graag loopt. Ik deed dat vroeger graag. Maar ik was niet de snelste. Nooit geweest. Maar het graag doen, dat helpt ook al. Hè. Absoluut. Jij gooit en ik loop suicides. Nou, voilà. Goeie deal? Ja, vind ik wel. Als we dat in de match ook zo zouden kunnen doen. Hè. Zou gemakkelijk zijn. Jij loopt mij vrij en ik zal vandaar scoren. Dat doen we eigenlijk in de match, hè, Sophie? Ja, voilà. En hier gaat Lara bijna vertrekken. Nog even een beetje ja, ik denk motivatie, dat denk ik. Ja, en ze vertrekt. Rustig tempo begint natuurlijk wel. Ja, zeker. Je mag niet te rap beginnen, want dan zet je direct moe en dan kun je niet meer. Een beter dat tempo aanhouden, tempo. Ja. Goed zo. Ze doet nog wel zo een klein sprongetje bij, hè? Elk kegeltje. Ja, dat maakt het wel extra vermoeiend natuurlijk. Ja, schattig. Zo, haar stopbeweging is niet zo... Nog niet zo stevig, ja. Maar ze gaat ervoor. Nou, ze heeft nog tijd om het allemaal te leren, hè. Nog jong. Ik denk dat ze dit tempo aanhoudt, dat ze dat helemaal kan volmaken. Ja, zeker wel. En ze blijft heel geconcentreerd, hè. Van het begin van de oefeningen allemaal tot het einde. Kom aan, niet opgeven. Ja, daar gaat ze weer. Het is een zware, hè. Na 6 proeven, dit doen, dat is... Ja, het is sowieso wel een zware, hè. Met of zonder al die oefeningen ervoor. Ja, ja, ze blijft het tempo aanhouden. Maar geweldig, hè, hoe dat zo de dames ook in korfbal gewoon niet opgeven. Nee, inderdaad. Want dat wordt altijd wel een beetje bekeken, hè. Dames die sporten tegenover heren, maar... Nee, ze laat zeker zien dat ze haar mannetje ook kan staan. Een vrouwtje. Absoluut. Kom aan, Lara, nog eventjes. Ja, een extra sprintje, ja, ja. Ja, ja, ze versnelt, goed zo. Ze heeft geluisterd naar u, Sophie. Ja, belasterd. Goed gedaan. En goed gedaan. En nu mag je neervallen, Lara. En dat doet ze zelfs nog niet. Nee, we blijven nog altijd bij. Power. Oké. Goeiedag, Lara. Goeiedag. Wat vonden je ervan? Leuk, maar vermoeiend. Vermoeiend? Maar wel leuk. Dus wat vonden de leukste proef? Had er één proef dat je dacht van dat is de leukste? Dat je tegen dat net mocht gooien. En vermoeiend vond het ook. Dus wat vonden de vermoeiendste proef? De laatste. De laatste, de suicide. Oké. Okay. Was er een proef dat je dacht van dit is helemaal niet vermoeiend? Die van mijn net, denk ik. Of de penalties. Ah ja, de penalties. Ja, dat is een rustmomentje eigenlijk. Hè. Ja, inderdaad. Wie denk je dat er eerst zal eindigen in deze coronacup? Ik heb geen idee. Een jongen of een meisje? Denk een jongen. De eerste jongens zijn snel. Vind ik. Maar misschien ook snel moe. Wat is eigenlijk volgens u de belangrijkste proef om deze coronacup te kunnen winnen? Ik denk wel. Met dat net omdat je dan weet dat je gooit om je punten dat je kunt verdienen. Ja. En je hebt eigenlijk vrij goed gedaan, dus denk je dat je hoog kan eindigen? Denk ik niet, want andere proeven. Ik weet het niet zo goed. Oké, okay. Daarvoor zullen we moeten kijken natuurlijk naar de aflevering. Hè. En zo heeft Lara haar 7 proeven doorstaan en komt zij op een mooi resultaat van 45 punten. Goed gedaan. Zij komt op een 9e plaats, een laatste plaats voorlopig, maar qua inzet en grinta... Zeker de eerste plaats. Ja, absoluut. Ja, die girl power die straalde er vanaf. Goed gedaan, Lara. Ja, knap. Morgen is Sophie er weer. Tot morgen.